Zo, we gaan de nokkas even loshalen. En voor de nokkas heb ik een ringsleutel. En een lange dop is het lastig, maar ze zijn er wel hoor. En het is maat 27. En die ringsleutel heb ik iets afgeveild of afgeslepen, zodat die goed daarin past. Nou, dat geldt voor beide. Tankraam, fijn schroefdraad. En er zit een drukplaat onder. Hou daar even rekening mee. Dan heb ik hier mijn oude vertrouwde sleutel, zelf gemaakt. En die zijn nu ook te vinden bij mij op de site. Die maak ik dan zelf en die zijn dan ook verzinkt. Deze niet, maar ik verzink ze tegenwoordig en dan ziet het er net even lekkerder uit. Nou had ik hier twee van die bouten liggen. Dat is altijd zo'n liedje. Als je ze nodig hebt, zijn ze op vakantie. That's weird. Kan dat nou? Nou natuurlijk, hier ligt er eentje in. Maar ik maak me er ook geen zorgen om als ik materiaal kwijt ben ofzo. Dan hoor je, ik vind wel weer wat joh. Dat is het voordeel van mij. Ik heb de meeste rotzooi gewoon op voorraad liggen. Goed, we zetten die sleutel erop. En die kun je gewoon bij mij op de site bestellen. En dan en draai hem los. En zo kun je hem ook vastzetten. Het zijn dus alle twee de latere motorblokken, MA1'tjes, dat wil zeggen de B-uitvoering. Dat wil zeggen de maatvoering is de B-klasse als het goed is. Daar ga ik wel vanuit. En hier is dat MA1 en MA1. En dat heeft allemaal te maken met de opbouw. En er zit hier een heel klein gaatje in en daar ook. Dat is een squirtertje voor de distributieketting. Dus de ketting wordt hier aan de binnenkant lichtelijk bespoten. En voor mij hebben dat niet alle motorblokken, maar je moet er niet wakker van liggen. Zo, mijn special tool. Speciale ring, speciale vering. Monteer het op de juiste manier en zet het gewoon goed vast. En dan kunnen we hier kijken. Ja, die komt er straks wel uit. Nokkas is nog bruikbaar, zover ik kan zien. Ja, want er moeten wel wat spullen uit dit motorblok. En ik moet ook even ruimte maken. Zo, hetzelfde verhaal. De nokkas valt er hier al uit. Dat is altijd wel lekker. Hier heb ik al een nokkas. Pitting, daar kan ik niks aan doen. Dat hebben ze allemaal. Dat heb je als je te grote klepspeling gaat krijgen. En ze kunnen er oud mee worden. Dus ligt daar niet wakker van. Gaan we gewoon monteren. 650'ers hebben nog veel meer pitting. En een goede 650 nokkas vind je eigenlijk niet meer. De versnellingsbak valt er hier al uit. Deze nokkas heeft ook die pitting. Oh, die is wel heel slecht. Deze gaan we denk ik toch maar vervangen. Dat is jammer. En er zit heel veel pitting in. En ook echt de diepe sporen. Maar even naar kijken. Zo, zet ik jullie even op een iets grotere afstand. Ja, de versnellingsbak komt er al uit, zet hij op. Ik hoef niet zoveel meer te doen. Even zitten zo. Oké, dan kun je gewoon meekijken. Die versnellingsbakken, die zijn eigenlijk echt goed. Goed van Honda. Daar heb ik echt helemaal geen problemen mee. En ik kan nu al zien hoe het erbij staat. Nou, deze bak komt heel makkelijk los. Maar er vallen ook altijd onderdelen uit. Niet wakker van liggen. Er zijn plaatsen
waar je die dingen erop kan zetten. Gelukkig wel. Lagertje voelt goed, alleen dat lager zit niet goed. Die moet verder naar achteren toe, maar dat geeft niet. Die versnellingsbak leg ik ook gelijk weg. Daar gaan we niks mee doen, dat blijft zo zitten. En met in elkaar zetten check ik het nog een keertje. Nou wordt dit ook allemaal handelbaarder, wat lichter. En ik werk eigenlijk op het tapijtje vanwege de olie. Maar dat is nu eigenlijk niet meer nodig, de olie is er al uit. Even kijken, stelletje gluurders. U neemt een hamer en u zet de versnellingsbak in de neutraal stand. Ik zei neutraal stand. Dan kom je daar niet. Het lager wil niet mee. Maar luisteren, ik ben de baas. Dus ik zeg lager moet mee. Hoppakee. En daar is het dingetje voor de schakelpositionering. Ah, we zijn lekker opgeschroefd. Zo, op die bak. Ziet er op zich goed uit. Waar ik op let zijn de nokken. Hoe erg de nokken beschadigd zijn. En hoe die aanvoelt. Maar ik weet uit ervaring, die bakken zijn echt goed. Gaat zelden fout. Het zijn sequentiële versnellingsbakken. Dat houdt in dat ze hetzelfde zijn als in de rallysport met de auto, de rallyauto's. En het zijn hoge toerenbakken. Dus de tandwielen zijn flink in de toeren gejaagd. En als het hoge toeren betreft, betekent dat de koppeltjes vaak laag zijn. Het tandwieltje moet wel zijn best doen. Maar er komen dan hele andere krachten op zo'n bak. Omdat de toerental omhoog gaat. Zo. Die is er al uit. Nou, pak ik weer een stukje gereedschap. Zo. Wat zien jullie vandaag de dag? Helemaal niks. Er zijn twee pennen in omloop. Gewoon schroefdraad M6. En fijne schroefdraad. Waarom weet ik niet. Maar het maakt mij geen moer uit. Mijn schroefdraadje is zo verrot aan die schroevendraaier die ik gemaakt heb. Past altijd wel wat. Die zijn gewoon bruikbaar. Dat is geen probleem. En glad. Het zijn ook de laatste uitvoeringen met de geharde platen erin. En je ziet dat ik ze meteen eventjes bij elkaar zet. Ik kijk nog niet eens wat het is, maar kom eens bij papa. Hebben we setjes bij elkaar. Kom op, luisteren. Ook goed, ook goed. Hier zie ik wat aanzetting, maar daar kan nog jaren mee. Kan nog jaren mee. En zo niet, dan toch. We gaan nu eindelijk ergens komen, want ik ben het eigenlijk al flink zat met de troep. Maar ik wil die versnellingsbak, die moet eruit komen. Zo. Die pennen, die lijken heel erg versleten. Er zit vocht in het mok, er zit zelfs roest. En die pennen lijken heel erg versleten, maar zijn nog prima. Daar is eigenlijk nooit een probleem mee. Deze dingen wel, daar let ik op. Dus daar moet je een beetje keen op zijn. En de andere kant is ook nog hartstikke mooi. Er zit altijd een soort lijntje. Dat lijntje mag niet te gek worden. Een lijntje moet je ook niet wakker van liggen. Ik vind dat ze eigenlijk in de motorsport heel snel zeggen, het moet vervangen worden. Maar je hebt er toch mee gereden en het was goed. En deze dingen leverden toe geen probleem. Dus je moet niet alles vervangen. Alleen de dingen die een probleem gaven, nou dat is ook hartstikke mooi. Geen enkel probleem. Heel klein trucje. Ik wil die olie nozzeltjes eruit hebben. De nozzeltjes eruit.
Een nozzel. En dan pak ik een hulpmiddeltje. De goedkoopste. Het is altijd zo, als ik wat wil laten zien, dan werkt het niet. Maar ja, dat is ook het leuke. Nou, hij komt niet helemaal. Daar wel, zie je? En die gooi ik lekker in mijn oliefilter nozzelbakje. Hoppa. Heel duur stukje gereedschap en spaanplaatsschroef. Zo, ik ga even de boel een klein beetje uitkuizen hier. Een beetje opruimen, even ruimte maken, want ik wil straks de versnellingsbak. De versnellingsbakken zijn al secuur gesteld. En wat ik nu wil doen is de krukas eruit halen. Dan ga ik vanmiddag mee aan de gang. En dat is een vieze, gore klus. En dan wil ik even wat ruimte op tafel hebben. Dus daar gaan we zo direct aan beginnen. Tot straks weer. Groetjes!